Hartelijk welkom bij Straatbeeld. Wij rivierenlanders zijn gewend om te leven met het water. Maar heeft het water twee gezichten. Een vriendelijk gezicht, hè, dat wil zeggen dat je het water kunt gebruiken voor bevloeiing van de akkers. Dat je het water kunt gebruiken als vaarweg, dus om goederen te vervoeren. En dat je het water als sterk water kunt gebruiken voor de verdediging van het land in de Hollandse Waterlinie. We hebben zo'n monument gevonden. We staan hier in de bocht van de Korne bij Buren en we kijken naar een vloedschuur. Je kon natuurlijk op verschillende manieren jezelf beschermen tegen dat wassende water door je huis op een terp te bouwen. En dan zat je nog met het vee. Waar laat je het vee bij hoogwater? Nou, zo'n vloedschuur als hier achter mij bood uitkomst. Deze vloedschuur hier in Buren is wel een heel mooi voorbeeld. Hij is 18e eeuws, in ieder geval 18e eeuws. En dat kun je zien onder andere ook aan het prachtige vlechtwerk. Hè, dus de inlaat met stenen langs de dakrand. En je kunt het ook zien aan de zware stenen die gebruikt zijn. Het zijn kloostermoppen, misschien wel afkomstig van de afbraak van het kasteel. Als je goed kijkt, dan zie je dat de deur op een behoorlijke hoogte zit. Er lag dan ook in tijden van nood een aarden wal, een aarden helling naar die deur toe. En dan konden de koeien langzaam maar zeker naar die deur toe lopen. En dan kwamen ze op een ruime zolder waar er zo'n 35, 40 konden staan. Het was koud geweest in januari maand 1809. De rivieren waren vol met drijfijs. En toen eenmaal de dooi inviel en het ijs begon te kruien, toen vielen er gaten in de dijk. Niet hier in de buurt, maar helemaal in de Overbetuwe, in Loenen en bij Oosterhout. Het water wrong zich door de dijk heen en overstroomde de weilanden op weg naar het westen, op weg ook naar Erichem en Beuzichem. Op 30 januari 1809 bereikte het water het gebied hier. In Erichem verdronken 15 mensen in de ziedende golven en natuurlijk ook nog het nodige vee. Hier in Beuzichem was de ramp net zo groot. 18 mensen vonden de dood in het water. Na afloop heeft men ter herinnering daaraan een plaquette gemaakt. En die plaquette is ingemetseld in de kerk hier van Beuzichem. En de tekst daarop, ja, die is mooi en tegelijkertijd heel droevig om te lezen. Het verwoordt op een prachtige manier zoals men de gevoelens had bij die vreselijke watersnood. Ik zal een paar regels van deze plaquette oplezen. 30 januari 1809. Hier rust in het volkrijk graf het 18-tal van lijken. De prooi des watervloeds, het kenmerk van den nood. Toen het ijs door storm gevoerd verwoesting spreidde en dood. Toen huis en berg en schuur daar dreven op de golven. Toen koe en paard en mens daar zonken in den plas. Weet u nog, 1995, dat we allemaal geëvacueerd werden uit het rivierenland? De watersnoodramp die maar geen ramp wilde worden? Dat was vroeger wel anders. We staan hier bij de binnenpoort in Culemborg. En in die binnenpoort zijn diverse stenen gemetseld die herinneren aan diverse inbreuken, zoals men dat noemde. Gewoon breuken in de dijk, waardoor het overstromingswater, meestal uit de Overbetuwe, hier helemaal naar het westen, naar Culemborg kon stromen. Want Culemborg was als de dijk doorbraken verderop, dus hoge stroomopwaarts gelegen doorbraken, was echt zwaar de klos. Het was het afvoerputje van Gelderland. Meters water kwamen er als er zo'n dijkdoorbraak was. 1890, het rampjaar wat we al eerder hebben ontmoet, dat was het ook in Culemborg echt zwaar raak. Men had bekistingen gemaakt in de Zandpoort en hier naast mij in de Binnenpoort. Bekistingen begaven het echter en meters water verschenen er in de straten van Culemborg. Het volk moest haastig en heen komen zorgen en zelfs op de bodenkamer van het stadhuis lagen mensen te schuilen voor die zware overstroming. Alleen met bootjes kon je nog door Culemborg varen. U kunt dat op deze prent heel mooi zien. De overstroming van 1809 moet een diepe indruk in Culemborg gemaakt hebben. En men zei, ja, dat overkomt ons niet nog een keer, we moeten maatregelen treffen. Desondanks duurde het toch nog een tijdje eer men een gebouw ging zetten waar de bevolking een toevlucht kon zoeken. Dat gebeurde in 1846 toen men de stadsarmenschool bouwde met de nadrukkelijke instructie dat er ook in moest zitten een vloedvrij lokaal. Dat wil zeggen een lokaal waar de bevolking in kon schuilen als er weer zo'n enorme watervloed kwam.
Dat vloedvrije lokaal staat achter mij. Het heet tegenwoordig de Franse School. En u ziet daar ook een deur zitten. Ja, die zit er eigenlijk heel onlogisch, hè? Hij zit op een paar meter hoogte. Maar als u nou bedenkt dat het water in de straten staat en men met bootjes doorheen voert, dan kan men met bootjes zo naar binnen varen. En in 1855 bleek hoe juist de beslissing was geweest om dit lokaal te bouwen. Want in dat jaar konden 360 inwoners van Culemborg daar een veilig heenkomen vinden. Weet u nog van vroeger de waterstanden op de radio, iedere ochtend? Nou, die waterstanden die moesten natuurlijk ergens worden afgelezen. In de 19e eeuw heeft men meer dan 100 pijlschaalhuisjes, want zo heten die kleine gebouwtjes, laten verrijzen langs onze grote rivieren. In Herwijnen staat een hele mooie, maar hier in Culemborg staat ook zo'n prachtig pijlschaalhuisje. In het huisje zit een vlotter en die vlotter die gaat op en neer met de stand van het water in de rivier de Lek. Ja, en die vlotter is weer verbonden met een schrijver en op een lijst kun je dan aflezen wat de waterstand is. Iedere dag, vergis je niet, iedere dag moest er iemand naar dat pijlschaalhuisje toe om de standen af te lezen en om ze door te geven. Tot midden jaren 80 heeft men dit systeem in stand gehouden. Daarna heeft de computer het overgenomen. Tegenwoordig zijn de pijlschaalhuisjes monumenten, veel zijn er afgebroken of zoals hier in Culemborg is die gewoon bij een woonhuis getrokken. De ongekend hoge watersnood van 1809 kwam ook een beest hard aan. Ook daar moesten maatregelen getroffen worden. Waar kun je de bevolking laten? Waar is een hoog punt? En dat hoge punt dat werd gevonden in de kerktoren. In 1837 werden daar zogenaamde waterzolders gemaakt, stevig genoeg om honderden mensen te kunnen herbergen. En het vee, waar moest dat dan blijven? Ook daarvoor heeft men een oplossing bedacht in de vorm van een waterheuvel hier achter mij. Men heeft een kunstmatige heuvel opgeworpen ter hoogte van 70 centimeter boven het pijl van de overstroming van 1809. Was dat hem allemaal nodig, zegt u? Ja, ze waren eigenlijk net op tijd, want in 1855 kwam er weer een enorme watersnood en toen hebben hier inderdaad op die waterheuvel enige stuks vee gestaan. En in de kerktoren vonden 300 mensen onderdak, niet voor 1 of 2 dagen, maar voor enige weken. We kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken hoe het daar dan geweest moet zijn. Als je wilt zorgen voor je eigen veiligheid in een waterrijk gebied, dan moet je het water ook beheersen. Dat kan door middel van molens die het water wegmalen, stoomgemalen, tegenwoordig elektrische gemalen. Maar dat kan ook door een heel stelsel van sluizen, sloten, gegraven weteringen. En bij de oudste wetering en de oudste sluis van onze streek, daar zijn we nu. De Boutensteinse sluis in Rumpt. Eens maakte deze sluis en de wetering een onderdeeltje uit van een vaarweg van Culemborg naar Zaltbommel. Ze is bijzonder oud, al gegraven immers in 1316. Zo, aan de Lingen gelegen, is het een van de mooiste plekjes die ik hier in dit rivierengebied ken. De sluis was wat in verval op het eind van de vorige eeuw, maar in 1999 is ze schitterend gerestaureerd. En het is echt een van de pareltjes, een van de monumenten die herinneren aan de strijd tegen het water. Strijd die ook voordeel opleverde, want door de weteringen, zoals gezegd, kon je ook prima met schepen varen. En in de 17e en 18e eeuw is dat dan ook dikwijls gebeurd. Er staat een leuk huis op de sluis en die werd vroeger gebruikt als een soort pleisterplaats. En tegenwoordig is het gewoon een juweeltje, een prachtig monument om naar te kijken. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze straatbeeld, waarin we gekeken hebben naar de bedreigende kanten van het water en hoe dat onder controle te houden. In een volgende aflevering gaan we over naar de vriendelijke kant van het water. Hier achter mij ziet u een prachtig voorbeeld, namelijk in de vorm van een recreatiehaven. Voordat ik helemaal uit beeld ga, nog even dit. In de vorige aflevering hebben we u meegenomen langs allerlei kastelen, onder andere ook naar het kasteel Echtelt. We hebben u het verhaal verteld van de prachtige leeuwen op de oprijlaan. Maar die leeuwen, die waren wel erg klein. Het zijn namelijk niet de oorspronkelijke leeuwen. Oh, die waren veel groter. En wij vragen ons af, waar zijn die leeuwen gebleven? Graag horen wij van kijkers of zij weten waar de leeuwen van Echtelt zijn gebleven.